Jullie hebben hem gemaakt tijdens een hittegolf. Hoe ging dat? Warm. Donderdag beginnen we ermee dan, zeg maar. En die bloemen worden helemaal tegen elkaar aangeplakt. Dan zitten ze echt helemaal dicht. Maar door de droogte die we nu hebben, krimpen die bloemen bij elkaar. En daar is eigenlijk niet zoveel aan te doen. Het belangrijkste is dat je de ondergrond goed hebt. Dan kan je mooi zien boven in de bek. Ja, daar hebben we dus die paarse kleur gebracht. Ja, en doordat de ondergrond goed is, ja, valt het niet op. Als dat wit zou zijn, is het net een schot hagel wat er doorheen gegaan is. En Oscar heeft het goed gedaan, hè? Prijs gewonnen. Oscar heeft het heel goed gedaan. Had het wel warm. Dus, en ze stonden langs de weg ook wel te sproeien van mooi water. Ik zei, dit is een droge. Dus dat hoeft niet. Vis op het droge. De vis op het droge hebben wij, ja. Maar het is nu wel een beetje klaar met ze, toch? Ja, maar met ons ook, hè. Nee, ja, als je aan het eind van de dag kijkt, dan is het, ja, is het allemaal weg eigenlijk. Ja. Wel een mooie tijd gehad. Ja, dit is het mooiste wat er is. Dit is de saamhorigheid. Ja, ik zeg altijd maar, het moet veilig zijn, het moet gezellig zijn en de wagen moet klaar. En als die drie dingen bij elkaar zitten, ja, dan kan je met een gigantisch mooi dorpsfeest maken.